Ik weet nog goed, we kregen te horen dat we op de vlucht moesten. En ja, dat, als kind, ik was 6, was het allemaal spannend. En mijn vader en moeder, ik denk omdat die al bij de luchtbeschermingsdienst waren, die waren met de fiets weg. En er was een tante bij ons, een oud-tante, een zus van mijn oma, en die deed bij ons het huishouden. En die heeft ons toen meegenomen op de vlucht, mijn broertje van 4,5 en ik. En dan moesten we dus richting 8 Mijl. En dan kwamen er op een gegeven moment ook die vliegtuigen over, die Duitsers. En ja, dan moesten we duiken in de greppel. En dan zei ik, je moet doen of je ogen dicht doen. Dan denken ze dat je dood bent, dan schieten ze niet meer op jou. Nou ja, dat wisten wij veel. Maar zo spannend was het zo dus wel. Zo spannend was het. En af en toe mochten we op een handkar zitten. Want ja, het was natuurlijk een heel eind lopen, naar 8 Mijl. Wij kwamen op een gegeven moment bij een boer terecht. En er was een hele grote schuur. En de mannen die lagen boven in het hooi. En beneden lagen de vrouwen en de kinderen. En ik weet nog wel, er kwam een boer die had aardappels gekookt. En dan aardappels met een klontje boter. En dat was dan het eten wat we konden krijgen. Want ja, verder was er dus niks. En op een gegeven moment zei ze, ja, maar we hebben gehoord dat Breda toch niet plat gebombardeerd is. Mm-hmm. En de toren staat er nog. En toen was er een of andere man die daar ook een auto had. En die heeft toen geregeld dat wij in die auto terug naar Breda konden. En wij kwamen thuis en wij hadden thuis een keuken en dan lager een bijkeuken. En dat was met zo'n draadglas dak. En daar zaten de kogelgaten in. En beneden stond er een grote taart, want het was moederdag, zou het zijn. En dat vond ik het ergste, dat die moederdagtaart zuur was, want wij zijn 3 dagen later teruggekomen. Het enige wat mij bij is gebleven tijdens de vlucht, die gevechten, en dat ik zei, hè, van ja, als je denkt dat je dood bent, dan schieten ze niet meer op je. Doe je ogen maar dicht. En dat is wat me altijd bij is gebleven.